Wat gaan we nu over hebben? We gaan het nu over hebben over de AWP. De AWP. Ik ga even uit deze workshop map. Het meest gewilde wapen. Ja, maar ook het vereiste oefening uiteraard. Als je in iets goed wil worden, ook al is het schaken, zwemmen, moet je oefenen. Hetzelfde voor Counter-Strike. En mocht je nou een heel goed, goed spel willen zien van Counter-Strike, dan kan je natuurlijk, ja, op dit moment is MLG Columbus de major met super. $1 miljoen bezig. Dus je kan gelijk dadelijk een wedstrijd induiken en dan zie je de beste spelers spelen. Maar wij gaan het even hebben over die AWP. We gaan naar Dust. Wat ga je ons laten zien met de AWP? Eerst en vooral, met de AWP heb je drie verschillende soorten schoten, zal ik het noemen. Dus je hebt een unzoomed, als je unscoped, gewoon linkermuisklipt en gewoon schiet. Dat is vrij nauwkeurig van dichtbij, maar van verre afstand uiteraard niet. Even de settings slaan. Ondertussen gaan we alles instellen. Heb je al vragen over de AWP, dan kan je die natuurlijk gewoon stellen. Eens even kijken. En de vraag... Vraag, wie is de beste AWP'er van je team? Ja, dat is natuurlijk official white vraag. Dat is, mocht het een teamgenoot zijn. Dat is een zeer goede vraag. Ben je nu een bescheiden Belg? Of zeg je gewoon, nee, dat ben ik. Ik denk dat ik, toch wel. Toch wel, ik het juiste antwoord. Laten we naar die AWP gaan. Goed, dus ik heb hier gewoon een muur uitgekozen. Dat is lekker voor te zien. Dus unscoped, de eerste shot is inderdaad... Dus even schieten gewoon. Gewoon linker muisknop. Maar je beweegt je muis nu niet. Je schiet Nee. Ik schiet gewoon en dat is vrij nauwkeurig van dichtbij. Dus als je in situaties komt waar dat de enemy opeens heel dichtbij is, kan je unzoomed shots proberen. Dat is vrij nauwkeurig van dichtbij. Dan kan je beter schieten zonder te zoomen. Ja, dan, want dan die milliseconden kan verschil uitmaken. Oké. Goed, dus de tweede schot is natuurlijk de quickscope. Even uitleggen wat dat is. Dus je gaat gewoon rechterklik en dan onmiddellijk, dus het gevoel natuurlijk, ga je schieten. Dus stel nu dat er enemy komt, een lange hut, ga ik gewoon, even zonder eigenlijk te lang... Ja, even herladen natuurlijk, hoort er ook bij. Zonder eigenlijk te lang ingezoomd staan. We doen niet dit, maar we gaan gewoon echt wel... even kijken en dan, hup. Ja, het staat erin, hup, ik heb hem. Oké, dat is de tweede. Dus even quickscopen. Ja, zoals ze dat Call of Duty noemen. Ja, voilà. Goed, dus en de derde natuurlijk, iedereen kent die. Dus je gaat de scope eigenlijk gebruiken. En dat is eigenlijk meer bedoeld voor de defensieve... speelstijl. Dit is zoals ik de AWP het meest gebruik. Gewoon die gaat echt zitten en wachten. Het is ook inderdaad voor het gevoel te krijgen met AWP is dit het beste om met te beginnen. Het gaat makkelijkst gaan en je gaat er veel kills normaal mee halen. Stel nu ik ben CT en ik krijg informatie van mijn teammate dat er mensen lang komen. Kan je gewoon een tripwire shot doen. Dus wat ga je doen? Je gaat gewoon die angle houden. Dubbel zoom toewerken omdat het lange afstand is. Dat is beter voor mijn reactievermogen. Dus je gaat lange afstand, de ronde is natuurlijk voorbij. En je wacht gewoon. En je houdt die angle. En bij een defensieve speelstijl is het belangrijk om geduld te hebben. Hè. Je gaat niet de hele tijd in en uit zoomen en bewegen. Nee, je gaat gewoon die angle houden. En je wacht gewoon tot de enemy in je aim komt. Rustig ademhalen. Ja, hoort er allemaal bij. En het is natuurlijk ook informatie verzamelen voor je teamgenoot. Want als jij weet dat daar nog steeds niemand komt, dan kan je het doorgeven. Inderdaad. Dus dat is mogelijk ergens anders. Stel nu, er komt enemy lang. Dan ga ik gewoon zo staan, defensief. Tot een tripwire shot eigenlijk, wachten tot ze eigenlijk mijn aim komen en natuurlijk schieten. En dan ga je gelijk weg? Ja, inderdaad. Dus je blijft niet staan, maar zo sta ik heel open eigenlijk. Dus stel nu, komt de enemy, ik schiet, dan ga ik direct uitstreven naar rechts. Zodat ik even tijd heb voor mijn nieuwe scope te nemen. En gewoon mij weer in een positie te gaan staan. Ja. Andere vraag van Official White, hij vroeg zich af, wat is er nou belangrijk voor een AWP-speler? Wat zijn een beetje de basics? Wat moet je... Ja. Dus voor bepalend te zijn eigenlijk in een match, is de bedoeling natuurlijk dat je
ja, meestal je shots raakt. Hè. Je kan ze niet allemaal raken natuurlijk. Maar dat je toch wel een goede percentage raakt van je shots. Wat is een goed percentage? Als je... Ja, ik zou toch voor in het begin zou ik toch zeker zeggen de helft. Ja, de helft moet je... We gaan zo voor te beginnen. Natuurlijk, je kan altijd missen. En dat je onvoorspelbaar bent. Dus belangrijk is, bedoel, ik ben nu CT, maar straks ga ik ook een demo zien van JW. Een goed voorbeeld. Een kleine tease. Ja. Ja, dus ik sta bijvoorbeeld mid. Dus ik zie niemand hier in suicide. Dus dan ga ik gewoon een angle houden, een defensieve angle, zo. En wacht ik mijn tripwire shot dat er bijvoorbeeld een terrorist hier... Ja, hij denkt er niet aan dat ik hier sta, maar ik sta hier. Dus hij passeert, ik heb hem. En ik ga niet blijven staan op mid, want ja, ze weten mijn plaats. Hè. Ik ben verbrand, zo gezegd. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon een samenspraak met mijn teammate op B. Ga ik gewoon even vlug naar B lopen. En ga ik bijvoorbeeld hier staan. En ga ik een angle houden. Zodat de terrorist, de enemy, eigenlijk in hal niet weet dat ik hier ben. En gaat hij misschien onvoorzichtig zijn. En gaat hij misschien net komen pieken terwijl ik hier sta. En dat is een easy kill voor mij. Want zij verwachten dat jij in het midden bent en daarom... Ja, inderdaad. Dus als gun gebruik maken van smokes en flashes, sta ik hier vrij weinig te doen. En ben ik, ja... Nutteloos voor het team dan. Alright. Eens even kijken. Er wordt ondertussen in de chat gevraagd over wat je bent. Global Elite geweest. Ja. Dus, het is altijd belangrijk hè, voor mensen in de chat. Of je al de hoogste rang hebt als je bij de masterclass zit. Inderdaad. Ja, dus, elkaar aftroepen op het internet. Ik ben heel lange tijd Global Elite geweest. Maar eerlijk, ja, je mag me geloven of niet. Ik speel amper matchmaking meer. Ik speel meer ECL of Faceit. Nu meestal Faceit voor de points. Ja. Voor iets te verdienen, voor premium. Steam, CSGO, uw rank gaat weg na een tijd als je inactief bent. Ja. Dus ik heb een tijdje geleden mijn rang kwijt geweest. En nu heb ik onlangs eentje opnieuw gespeeld. En die rank je sowieso. Ja, maar dus dat zie je natuurlijk ook wel bij andere games. Hè, dat spelers veel competitief spelen, daardoor minder op rank. Matchmaking is leuk voor een beginnende speler. En is easy, gewoon klikken en je bent in een officiële match. Maar Steam heeft zelf 64 tick servers. En de hitboxes in-game, het voelt ook niet lekker aan. Ja, dus, misschien is het even goed om uit te leggen, want het verschil tussen... Ik heb ooit een keer dat opgezocht, want in mijn research naar CSGO, 64 ticks of 128 ticks, dat gaat erover hoe vaak de server update. Ja. En, want ja, op het moment dat jij schiet, dan gaat hij berekenen, was de speler daar? Ja. En als je 128 ticks doet, dan is hij nauwkeuriger natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. En je voelt dit voor de beginnende speler, gaat misschien niet veel uit, maar je voelt het, gewoon. Jij speelt altijd 128. Het is 128 tik inderdaad, en daarom is Faceit of ESDA beter in mijn opzicht. Ook betere enemy, betere speler. Maar als je gewoon lekker wil beginnen en je gaat oefenen met de ABP, dan kan je prima bijvoorbeeld public matches ingaan. En, inderdaad. Ik ben namelijk iemand, ik wil dan niet gelijk andere mensen belasten met mijn oefenen. En dan ga ik gewoon even quick match in. Een beetje casual gamers, natuurlijk. Dus stel nu, ik zal anders een wallbang tonen. Ja, wallbangen. Ja, ik zal een wallbang tonen. Dus stel nu, even wachten tot de ronde. Ja. Want wallbangen in public games, het... Dit is precies wat ik wil, zeg maar. Wat je nu gaat laten zien, dat is wat ik wil leren om lekker mensen lastig te vallen of, in een public match. Want wat gaan we doen? Ja, dus we gaan, stel nu je bent in een public match of een gewone officiële match, zal het maar zijn. En je hebt AWP, je hebt ervoor gespaard, want het is natuurlijk een duurder wapen dan AK of M4. En je gaat mid. Maar je weet, de enemy heeft ook AWP's. Dus je gaat gewoon hier. En het is een gemakkelijke wallbang. Je zit hier die hoek. Je gaat er gewoon in staan. Zodat je meer verder komt. Je draait je om. En je hebt de gate. Dus hierachter ligt natuurlijk T-spawn. Befaamde suicide ook. Dus je ziet hier die rechthoek eigenlijk. Dus je gaat eigenlijk hier staan. Aan de bovenzijde. Net onder die rand. En je schiet. Een markertje aanzetten. Goed. Ik heb even aangezet... dat je de impact ziet inderdaad, waar dat mijn kogel naartoe gaat, dat is misschien makkelijker. Dus wat doe je? Je staat hier in de hoek en je hebt die rechthoek hier en je schiet er ongeveer hier. En dan zie je inderdaad dat je als je aan de rechterkant staat, ik zal even lopen,
Dus de terroristen hebben eigenlijk drie plaatsen waar ze meestal staan. Dus de eerste plaats is hier eigenlijk gewoon aan de linkerzijde. En die spotten meestal zo naar midgate. Dus deze plaats aan de linkerkant heb je spelers die gewoon in het midden staan. En dan heb je spelers die gewoon aan de rechterkant staan. Die gewoon zo midgate houden. Ja. Dus als ik even gewoon een vlug terugloop, even die Nikes aan. En ik spawn als counterterrorist. En ik ga gewoon, ik heb een AWP en denk, ja, weet je wat, als daar nou iemand staat, dan ga ik mezelf, ja, niet laten zien. Maar nee, ik ga gewoon hier even het hoekje, dus ik draai gewoon me om. In de hoek. Je gaat gewoon in de hoek. Je gaat naar die rechthoek en je aimt. Ja, je ziet hier ongeveer, het is een beetje op het gevoel. En dan zie je dat er, als er daar iemand, ja, staat, dat je hem raakt. Maar je hebt nog een punt. Maar misschien is het, ja, goed om de volgende, ja, de volgende ronde te doen. Of anders moet ik even... Maar ja, dat is dus eigenlijk ideaal. Want in een public, ja, match staan er heel vaak mensen daar inderdaad te snipen. En dan ga je dat gewoon even doen. En met een beetje geluk heb je al gelijk een kill. Ja, inderdaad. Als je 10 tegen 10 bijvoorbeeld in een public speelt of zo, koopt misschien 5 mensen AWP. Want iedereen speelt er graag mee natuurlijk. Dan heb je veel kansen voor om direct een kill te maken. In de eerste 10 seconden van de match. Goed, dus dit was de eerste wallbang, vrij eenvoudig eigenlijk, gewoon in de hoek. Maar de tweede wallbang is net hetzelfde, dus je gaat weer in de hoek staan. Maar we gaan op een ander punt schieten. Dus ik zei daarnet dat je drie verschillende soorten plaatsen had op T-spawn. Dus nu kijk je naar de gate en je ziet hier dat bolletje. En ja, het is vrij simpel, je een beetje eronder of erboven. Ja, het is een beetje meer naar onder natuurlijk. Even wat beter doen. Dus, hier, en normaal gezien, wie dat er in het midden staat, ja, je hebt de kans om iemand te killen. Oké. Okay. Dus goed, dat zijn al twee plekken en dat die kan je dan om zijn beurt even schieten? Ja, tuurlijk. Dat duurt niet lang, je staat op dezelfde plaats. En misschien heb je al een kill. In officiële matches kan je dit natuurlijk ook doen. En ja, het heeft een zeer groot voordeel voor je team als je al direct in de eerste 10 seconden een kill neemt. Kan de terrorist jou vanuit de andere kant daar ook doodschieten als je daar staat? Ja, heel theoretisch wel, maar natuurlijk, het is zeer moeilijk voor net de juiste plaats en natuurlijk, ja, het is zeer gevaarlijk. Wacht, ik zal... jij staat natuurlijk dichter bij de deur, dus, ja, dus voor jou is het makkelijker om dat punt op te zoeken. Dat is nauwkeuriger dan wanneer je van helemaal vanaf de andere kant, ja, dat inderdaad probeert te doen. Nu, theoretisch, het werkt wel. Maar stel nu, je bent de enigste AWP op je team nu en je staat hier aan de linkerkant. En je spot de gate. Als je dan hier gaat schieten, waar ik meestal sta dan, zo hier, dan heb je kans dat je dan op de timing gaat gepikt worden door de andere AWP. Want je staat eigenlijk, ja, je moet al heel goede reflex hebben voor hem dan gelijkertijd te killen. Dus ja, je kan het natuurlijk wel doen als je even zo gewoon vlug en... Gaan even proberen. Maar het is een risico, het is een risico natuurlijk. Ja, maar je ziet het, ja, pro-spelers af en toe ook al gewoon echt doen in grote wedstrijden. Ja, gaan tuurlijk, even daar tuurlijk schieten in de hoop dat iemand daar staat. Tuurlijk. Je hebt toch niks te doen. Ja, inderdaad. Hè. Dus de derde wallbang zal ik even nog voortonen vlug. Even weer naar de CT-span lopen. Ja, misschien nog 10 seconden. Alright, we gaan naar de derde wallbang. Goed, voilà. Dus we spannen weer in een match. Als CT, je hebt de lange groene in je handen. Dus je springt over, je... Hup, zie zo. Je loopt naar de truck, maar dit moet je wel eigenlijk snel doen. Want ik zal je uitleggen waarom. Hier sta je open. Dus als je dit niet onmiddellijk doet, heb je kans dat, dat je gaat gepiekt worden door de terrorist. Dus wat doe je? Je doet vlucht. Je staat daar tegen die lange streep hier. Van de truck. En je zoomt in en je kijkt. Hier zie je een klein driehoekje. Ja. Dus je schiet gewoon daar. En dan heb je hem. En dan heb je daar aan de persoon die eigenlijk als terror dan aan de rechterkant staat en te spotten, inderdaad. Dus ik zal nog even vlug voortonen. Dus je gaat tegen die streep hier staan. Je draait je om. Dit moet wel natuurlijk snel gebeuren. En je ziet een kleine driehoekje. Je schiet gewoon. En misschien heb je een kill. Ja, dus eigenlijk is wallbangen met de AWP een beetje gokken, maar soms heb je gewoon geluk. En als je natuurlijk die kill maakt en je staat met 5-4 voor, ja, dan is de kans groot dat je die ronde wint. Tuurlijk, ja. Alright, we hebben nou Dust hebben we goed denk ik besproken. Ja, heb je dus nog andere maps of dingen waar we even naar een AWP spotjes en wallbangetjes kunnen? Ik kan misschien nog wel eentje tonen op de kassen. Mocht je deze masterclass, mocht je net inschakelen, dan kan je deze natuurlijk terugkijken via YouTube, via iGenMasterclass.nl. En je maakt ook nog kans op de prijzen. We hebben namelijk €50 voor de Xbox die je kan winnen. We hebben ook nog €20 voor Steam
of €50 voor de PlayStation. Wat moet je doen? Je gaat naar ign.livekaarten.nl. Daar vul je je e-mailadres in. En iedere week maken twee mensen kans op één van deze livekaarten. Of gewoon twee keer dit. Of twee keer dit. Of twee keer dit. En nu heb ik best wel een stukje geluld. Maar we zitten inmiddels wel in de Ja, voilà. Goed. Dus, stel nu, ja, je speelt public, dus ik vind het een zeer leuke wallbang. Dus even de settings laden natuurlijk. Goed, dus je hebt gespaard voor die lange groene op de kastje als terror. Eindelijk dus, heb je hem. Ja, eindelijk. Dus je spant en je weet, veel counterterrorists gaan op mid op de fameuze white box zitten. Dat is deze hier. Ik zal even voortonen hoe ze meestal, vooral in publics en zo, staan ze hier zo in te spotten en voor laag mid te houden. En dan blijven ze daar zitten. Maar heet die de white box omdat er een wit doek omheen zit of dat er crystal meth in zit van meneer Heisenberg? Ja, ik denk dat die voor dat die wit is. Dat die wit is. Ja, inderdaad. Okay. Nee, ja. Even checken. Ja, oké. Okay. Goed, dus je spant als terror. Je ziet hier die kleine box staan. Je springt er gewoon op. Je gaat in de hoek staan. Goed. Dus je zoomt in en je ziet hier drie bolletjes. En je schiet hier gewoon, dus ook inderdaad een beetje op het gevoel. Hè. Je schiet gewoon hier. En als het goed is, dan zie je de kogelinslag, ja, ja, ja. Inderdaad. Hè. Dan als iemand daar zit en die zit gebukt, want meestal zitten ze daar gebukt, dan heb je hopelijk hem mee in het hoofd. Maar als je dit bijvoorbeeld doet, want dit ziet er wel uit als een iets veiligere manier om te wallbangen dan op Dust. Ja, ja, inderdaad. Hè. Dus hier heb je weinig risico voor, zeker in het begin van de ronde. Want ja, je teammates houden natuurlijk alles af. Dus A main, deur, boost en natuurlijk B wordt afgehouden door je mates. En dan kan je gewoon callen van ik ga even whitebox bangen, hè, wallbangen. En dan ga je gewoon hierop staan. En dan schiet je gewoon hier ongeveer. En dan heb je misschien een kill. Worden dit soort dingen, want je zegt, ja, je killt daar mensen, dat heb je bijvoorbeeld ook op Dust gedaan. Ja. Is het ook een soort van psychologische oorlogsvoering, dat als je daar 1, 2, 3 keer een kill maakt, dat mensen zich daar onveilig gaan voelen, dat je daar meer ruimte krijgt in de map? Ja. Wordt het ook op die manier strategisch gebruikt? Ja, misschien wel. Als je daar al, stel nu in een match, 2 keer gekillt wordt, hè, dan ga je, ja... Is er nog een andere plek dan hier die je dan op kan zoeken? Of moet je... Ja, je kan mid wordt meestal gehouden met 2 of 3 personen. Dus als je, wij doen dat toch, mid-control. Dus dan gaan we echt wel... Ja, even een nieuwe ronde weer. Dan gaan we echt wel de focus leggen op mid. En dan gaan we ofwel met de goede span natuurlijk van CT gaan we naar vent direct gaan. Gaan we close spelen. Gaan we stel nu hier zitten. Hier die angle houden. Of we gaan gewoon aan venten onder aan zandzakken houden zitten. Het zijn heel veel posities, maar natuurlijk als je voor hetzelfde geld zit er hier gewoon één te wachten op je. En heb je gewoon een easy kill daardoor. Alright, duidelijk. Ik heb nu geleerd hoe ik op Dust en op Cash makkelijk kills kan maken als ik eindelijk die AWP gescoord heb. En ik weet dat ik echt die tripwire shots, daar moet ik dus mee beginnen. Ja, ja. En vervolgens kan ik een beetje agressief proberen te spelen. Ja. Maar je hebt ook wat demos meegenomen. Ja, inderdaad. Dus je zei het daarnet al. Het is een MLG Major in Amerika. En gisteren was er een heel mooie match tussen Fnatic en Team Liquid. We gaan even kijken. Ziezo, het gaat dan beginnen. We gaan dus JW volgen. Een van de beste en bekendste natuurlijk AWP-spelers. In de wereld. Dus zoals je ziet, heeft hij net genoeg geld voor een AWP te komen. Dus die koopt geen armor. Ik raad wel aan voor meestal toch wel armor te kopen. Zonder armor krijg je te maken met de aim punch. Dus goed, je ziet hem even kijken, vlug kijken. En nu gaat hij een defensieve angle houden. Dus tripwire shot. Hij ziet in. Hup. Voilà. Easy kill. En wat hij nu doet, gaat hij gewoon even. Dus niet dat hij mid. En nu gaat hij, in samenspraak natuurlijk met zijn teammate, gaat hij iets agressiever nu gaan. Hij weet dat half gesmoked is. Nu gaat hij daar gaan staan. Ja, en voor de mensen die heel vaak Counter-Strike kijken, die snappen natuurlijk dat het silhouetje, dat ziet JW niet. Nee, inderdaad. Dus mocht je niet bekend zijn met Counter-Strike kijken, dat ziet hij niet. Inderdaad. Dus zoals je nu ziet, houdt hij een
ietsje agressievere angle, maar hij blijft natuurlijk die angle houden. Een tripwire shot inderdaad. Dus en hij wacht gewoon tot er een enemy in zijn aim komt. Dus er gaan veel seconden alweer voorbij. Maar hij blijft gewoon zitten. En is dit al wat je bedoelt met je moet echt gewoon geduld, ja, geduld hebben? Hij weet, hij krijgt informatie van zijn team dat er de alle andere posities gehouden zijn. En dus nu houdt hij die angle. Ja, want je ziet er linksboven op de minimap bij A. Ja. Op lang, ja, daar zit niemand. Op mid, daar heeft hij inderdaad iemand neergeschoten. En als je Dra daar nu ook inderdaad ziet en ook in beeld, komen de enemies toch naar B nu. Dus nu gaat hij ongeveer iemand zien. En hij mist de shot. En nu zit hij even vast. Maar natuurlijk heeft hij hulp van zijn teammate. En samen komen ze eruit. En nu kan hij zich weer herpositioneren. En ondertussen kwam er ook een push. Dus via het midden. Op die bomspot. Goed afgehouden. Inderdaad. Maar gebruik je deze demos dan ook echt om je eigen spel te verbeteren? Dus, om te kijken wat hij nou precies doet? We moeten het warm water uiteraard niet uitvinden. Dus die professionele spelers, dat is hun werk zo zegt. En die stippelen, die maken alles dat alles 100 op 100 is. Dus je kan heel veel dingen leren van gewoon demos te bekijken, streams te bekijken. En vooral bijvoorbeeld JW is een perfecte speler voor... als beginnende AWP-speler voor bij te leren qua positie. Positiespel met AWP is zeer belangrijk. Dus zoals je ziet, hij gaat mid houden. Hij hoort iemand top mid. Kijk, hij mist. Geen probleem, maar hij gaat niet blijven vechten. Hij gaat even terug. Hij gooit nu een flashbang omdat hij verwacht dat ze mogelijk gelijk op hem doorpushen. Dat is voor zijn teammate die even kwam met gate en spot. Flasht hij. En ondertussen, even kijken, inderdaad zitten ze gewoon nog steeds bij mid, gebeurt niks. Gaat hij weer even kijken of daar iemand komt. Dus hij kiest een angle, heeft hij waarschijnlijk informatie gekregen. Hij ziet bijna niks als hij Nee, maar de reflex daarom, de reflex training, de reactiesnelheid is zeer belangrijk met AWP. Want hij weet nu inderdaad, met al die granaten die nu eroverheen komen, ik moet een betere plek zoeken. Ja. Zijn rug verdedigen. En daar wordt hij dan... wordt hij nou van achter neergeschoten? Ik heb het niet gehoord. Nee, precies. Nou wordt in ieder geval wel flink op de deur. Dat is wel handig. En het feit dat hij nu al die kogels... Inderdaad. Dat is zeer praktisch om bij te leven. Nou, ik ben wel benieuwd naar de mensen in de chat. Wat is jouw favoriete Counter-Strike speler en waarom? Laat het vooral ook weten in de chat. Wie is jouw favoriete Counter-Strike speler en waarom? Kijken wij nog even met JW mee. En kijken we nog verder wat we van hem kunnen leren. Je ziet inderdaad, hij maakt de schot. Hij kijkt nog heel weinig. Is het dan ook zozeer dat als hij zomaar zo heel weinig ziet. Als je zegt het is reflex training. Ja. Probeert hij ook echt op dat kleine stukje daar te mikken? Ja, dus, of is het echt puur om informatie te krijgen? Ja, dus ook voor de kill. JW is ook wel een monster met AWP. Dus zijn reactievermogen is zeer groot. Voor beginnende spelers gaat het inderdaad moeilijker zijn voor die shots te maken. Maar je kan veel bijleren gewoon van zijn hoe dat hij angles houdt. Bijvoorbeeld nu ook op krijgt informatie dat er iemand lower zit en nade. Want uiteindelijk doet hij het niet alleen. En hier probeert hij ook te wallbangen. Ja, inderdaad. Dus die gate kan je met AWP perfect wallbangen. Daar een hele mooie headshot. De USP headshot. Hier maakt hij hem dan niet? Nee. Dan gaat voor de knife, voor de money. Maar... De 1500, maar niks. Nee. Maar nu is hij zijn AWP kwijt. Ja, maar natuurlijk, Counter-Strike een teamgame. Krims raapt direct zijn AWP op, zodat die economie heel blijft. En voilà, de ronde begint opnieuw en hij krijgt hem onmiddellijk terug. Maar is het ook zo soms dat je dan gewoon in je team zit dat iemand dan de AWP opraapt en zegt ja, je hebt hem verloren, nu ben ik aan de beurt? Of gebeurt dat eigenlijk nooit? Wel, bijvoorbeeld in mijn team is er iemand die ook zeer goed is met AWP. Hij heeft matches dat hij ook al zijn shots raakt. Maar we proberen toch meestal één iemand, en dat ben ik dan, de AWP te geven. Stel nu dat ik merk van ik heb een paar rondes in een match en ik voel dat ik mijn shots niet raak. Dan ga ik mijn AWP afstaan naar hem. Dus dan heb je een soort van backup. Ja. Dan ga je een iets andere rol spelen. Want dat kan, we zijn allemaal mensen. Dat kan dat je een match alles misschiet. Hopelijk gebeurt het niet te vaak.
Maar stel nu dat ik een match heb die, ja, dat ik zeg van mijn aim, mijn AWP lukt niet, dan geef ik hem gerust af. Het is een teamgame, we verliezen en winnen samen. Dus het belangrijkste is inderdaad dat je samen wint. Ego's in het spel, je hebt er heel veel in de scène, heel veel mensen die elkaar niets gunnen. Maar Counter-Strike blijft een game, een hobby. Maar op het moment dat hij dus schiet, wordt hij ook zichtbaar op de map natuurlijk. Ja, dus ja inderdaad. Hij ook qua geluid natuurlijk, een AWP is een kanon. Dus je hoort hem al van ver. Ja. Nou, ik heb even gevraagd wie jullie favoriete speler is. Nou, ik zie Spawn, Heaton, DRL natuurlijk. Nou, de fans zitten in ieder geval in de chat. Spawn is de Messi. Nou, JW is ook een fan. En Official White, ja, die is fan van Chris J, onze enige Nederlander tuurlijk, eigenlijk. Ja, je hebt de Beller. Super speler natuurlijk, ja. We hebben nog Scream. Ja. Ook een goede speler. Inderdaad. Hoe doet hij het op dit moment? Ik heb het niet zo kunnen volgen natuurlijk, maar ik denk dat hij nog in het toernooi zit. Ja, zitten in de losers match. Ja, hopelijk lukt het. Nu ziet hij, dit is een defensievere. Ja, dus nu gaat hij van achter het plateau staan. Ze dus komen heel agressief, of ja, lijkt dat maar zo. Ze flashen in. Dus Natuurlijk, zelfs JW is niet onfeilbaar. Ik moet zeggen, het gaat niet heel erg lekker. Nee. Jij hebt het over, dit is misschien wel de beste AWP'ers ter wereld. Deze monster, maar ik... Ja, inderdaad. Ja, deze match is natuurlijk misschien dat hij later nog in de match erdoor komt. Maar deze afgelopen rondes zijn niet zijn beste rondes. Maar, ongetwijfeld, hij is een van de beste AWP'ers ter wereld. Maar... Iedereen kan een slechte match hebben. Iedereen kan shots missen. En dit is wat je zegt met die attitude, zeg maar, je instelling of je ingesteldheid. Inderdaad. Dus je haalde het daarnet ook aan. Fnatic stond 14-3 achter op Katowice. Ja. En de attitude, ook de hype, wat de vraag van Jelle natuurlijk. Je probeert nog altijd te winnen. Ook al sta je 14-3 achter. Ja, ze wonnen hem toch nog? Ja, inderdaad. Ziezo. Dus, en ook de adrenaline, de hype. Als je ronde na ronde begint terug te komen, dan ga je automatisch roepen en ga je er helemaal voor. En de game is niet voorbij als er geen 16 rondes op het bord staan. Ja, dus, dat is mooi. Ik zag allemaal mensen de tribune aflopen die dachten, dit is het. Ja, en ik was blijven zitten. Uit één groot gekhuis. Wat is je rol als speler op het moment dat je doodgaat? Hij wordt nu echt bijna neergeschoten. Ja, dus hij is gewallbankt door Simple, denk ik. Die heeft ook AWP. Natuurlijk hebben ze Eco nu, dus nu springt hij eigenlijk voor informatie te halen. En nu proberen ze zoveel mogelijk kills te halen om zoveel mogelijk geld inderdaad, te verdienen en hopen om... Ja, de hoofdbedoeling is natuurlijk nog altijd de ronde op een magische manier te winnen, ook al hebben ze amper iets gekocht. Maar een paar guns misschien, zoveel mogelijk economische damage te doen dan, naar het andere team. Zodat hun guns kwijt zijn en opnieuw moeten kopen dan. Voor de mensen die niet bekend zijn met eco-rondes, kun je uitleggen wat een eco-ronde is? Ja, dus Counter-Strike is zeer tactisch natuurlijk, maar ook qua economie is het zeer belangrijk dat je als team koopt of als team een ronde spaart, zal ik maar zeggen. Dus stel nu je verliest de eerste ronde als terrorist, maar je hebt wel geplant bijvoorbeeld. Dus je hebt de bom geplant, maar je verliest de pistool. Dan kiezen we er meestal voor de tweede ronde dan. Niet veel te kopen, misschien P250, goedkope pistool. Om dan de derde ronde een buy te kunnen. Ja, omdat als je de bom plant, dan krijg je 800... Ja, krijg je meer geld inderdaad. En dan kan je de derde ronde een AK en kun je equipment kopen. Ja, kun je volledig kopen. Ja. En dat is ook waarom dat je die swings ziet in Counter-Strike natuurlijk. Inderdaad. Als jij het momentum mee hebt en het gaat goed, dan heb je veel geld, kan je alles kopen wat je wil. Ja. Als het slecht gaat. Maar wat natuurlijk ook interessant is, hoe meer rondes je verliest, hoe meer geld je krijgt. Ja, dus je hebt de loser bonus. Dus stel nu je verliest een paar rondes, dan ga je meer geld krijgen, zo zegt. En dan kan je hopelijk die ronde toch nog pakken. Goed, je ziet dat JW nu een M4 A4 heeft, dus die speelt niet natuurlijk uitsluitend met AWP. Stel nu dat je de focus wil leggen op AWP, zoals JW, dan kan je inderdaad die AWP goed trainen en voortdurend ermee spelen. Maar natuurlijk mag je de andere guns ook niet verliezen, dat is vergeten. Dat is de weg naar de AWP Inderdaad. Dus het
kan zijn grootste kwaliteit zijn, maar natuurlijk moet hij op andere guns en andere moet hij ook zoveel mogelijk raken. Want hoe doet hij het op andere guns? Zit hij daar ook goed mee? Of? JW is echt wel. Ik vind hem een van mijn favoriete spelers en ik vind die super eigenlijk. Maar wat mij opvalt, nu we zeg maar deze match terug aan het kijken zijn, hij zit hier altijd op mid. Ja, goed als. Of hij zit op B. Ja, inderdaad. Hè. Dus als iedereen heeft zijn voorkeur, voelt zich het beste bij op een bepaalde plaats van de map. Onderling wordt er natuurlijk al afgesproken met team dan. Hè, op voorhand. Hè, maar bij hun Fnatic is dat allemaal uitgedokterd tot in de puntjes. Maar bijvoorbeeld, ik speel liefst op A, op dus 2. Omdat ik voel me daar het beste bij. Maar je hebt andere spelers, B-spelers, je hebt A-spelers. Kan het ook zo zijn dat ze zich hebben aangepast, dat ze bijvoorbeeld weten dat Liquid het heel fijn vindt om op B te planten? Ja, eigenlijk daar voor 80% dus, voor gaan. Voor deze game is er heel veel research eigenlijk van beide teams uit om uw opponent te analyseren. Doen ze dat zelf of hebben dit soort teams echt analisten daarvoor? Ik vermoed dat ze wel mensen hebben die ervoor alles gaan opzoeken en zo. Maar ik denk ook dat hun er zelf over nadenken. En ook in-game maken ze uiteraard voortdurend aanpassingen van ze hebben eco, dus ze houden de economie van het enemy team ook natuurlijk in het achterhoofd. En gaan ze de enemy proberen lezen, dus proberen readen. En gaan ze proberen voorspellen wat de enemy gaat doen. Want hoe kan je je voorbereiden op een tegenstander? Want zoals ik al zei, je kan bijvoorbeeld weten of ze vaak van A naar B gaan. Ja, is dat... Ja, op een LAN, hoe krijg je die informatie? Op internationaal niveau is dat natuurlijk elk internationaal topteam moet eigenlijk zoveel spelen dat je veel andere matches van dat team op die map kan herbekijken. Gewoon. Natuurlijk in Benelux niveau is het moeilijker. Veel moeilijker. Sugarland, dat is en zijn ook veel mixed teams. Dus mixed tactics, zal ik maar zeggen. Amper voorbereid. Ja, inderdaad. Of gewoon echt goede spelers ook, maar die gewoon zonder voorbereiding naar de LAN gaan. Voor zo hoog mogelijk te eindigen, natuurlijk. Hè. Ja. Dus dat is natuurlijk wel moeilijker. Kan je dat dan een beetje dan ontdekken tijdens de LAN? Dat je dan bijvoorbeeld van andere teams natuurlijk. Is dat onbetrouwbare. Ja, je kan natuurlijk. Stel nu dat je vermoedt dat je tegen een ander team gaat uitkomen later dan in het toernooi, kan je natuurlijk wel even achter hun gaan staan op LAN en even kijken wat hun doen. Dan bijvoorbeeld op Dust 2, hoe hun setup is in de pistol, wat ze graag doen anti-eco, dus als ze lang bijvoorbeeld te rushen. Maar is dat echt informatie die je echt gaat zoeken als team? Of is dat echt ben je dan te serieus met het spelletje bezig, als het al kan? Ja, natuurlijk, iedereen wint graag. Hè. En het plezier ervan aan Counter-Strike is winnen ook, hè. Dat hoort er ook natuurlijk bij. Dus je hebt veel mensen die puur voor plezier gaan naar LAN. Dat is geen enkel probleem, dat is super cool, super tof. Maar als je wilt winnen, dan ga je misschien wel die moeite nemen voor een keer achter hun gaan. Als je naast dat Global Elite ook een keer gewoon een offline prestatie wil doen, want offline daar gebeurt het toch. Daar worden je echte skills getest, daar is die spanning als je dan in de masterclass zit en je moet presteren, je moet je headshot maken, dan moet je toch maar even doen onder al die druk. Mocht je nog een vraag hebben voor DRL, dan is dit zo goed als de laatste kans om die vraag te stellen, want we zijn bijna het einde van de masterclass. Schakel je net pas in, dan kan je natuurlijk terugkijken via ign.masterclass.nl en wij gaan hier naar de volgende ronde tussen Fnatic en Team Liquid. Ja, zo. Daar krijgen we een kleine sniper battle. Een AWP battle en JW komt er als de winnaar uit. Waarom wint hij dat nou? Ja, het heeft ook veel te maken van net de timing. Als je net een stap opzij zet als de andere speler en JW komt net in en het is een fractie van een seconde als je ziet. Dan fracties van seconden maken veel uit hier, vooral met AWP. Het is een beetje geluk, maar ook gewoon de skill hebben om ook het gevoel doen. En het gevoel om te weten van die enemy gaat bijna komen. Dus je staat gefocust, je staat scherp daarop, op je aim. En dan heb je hem. Ik ga heel even spoilen deze wedstrijd wat het geworden is. Dus mocht je dat nog niet willen weten en mocht je dat terug willen kijken, dan moet je nu even je oren dicht doen. Want we weten dat Team Liquid die heeft gewonnen.
Ja. Onverwacht zelfs. Heel onverwacht. Dus Fnatic die moet nog een wedstrijd spelen vanavond om door te gaan. Wie verwacht jij? Wat is jouw verwachte top 3? Envious is er gisteren ook uitgegaan, nog een speler. Ja, heel onverwacht ook. Wat verwacht jij? Wie gaat de top 3 vormen? Ik verwacht sowieso Luminosity. Ja, dat ging net zijn. Luminosity is inderdaad een super sterk team. Maar ja, het is een toernooi met verrassing. Fnatic die een beetje tegen Team Liquid. Met alle respect naar Team Liquid natuurlijk. Maar Fnatic is natuurlijk een zeer dominant team. En het verbaast mij enorm dat Fnatic verloren heeft. Maar ik denk toch dat Fnatic er nog gaat doorkomen. Ik hoop het. Dan hebben we Luminosity. Dan hebben we Fnatic. Dan hebben we dezelfde twee teams die we ook zagen in Katowice. Ja, ja. Met het begin van de hele spannende finale. Uiteindelijk werd het toch 3-0. Ja. Dus Fnatic toch even zien wat ze deden. Drie man zelfs op elkaar hebben we dat toernooi gezien. Of zagen we zelfs. Nou, allemaal gekke dingen. Maar wie is dan dat laatste team? Is het? Ja, het is moeilijk. Kan Scream er komen met G2? Ja, ik heb gisteren toevallig een deel van zijn match, of eergisteren dacht ik. Ik vond hem niet sterk spelen dit toernooi. Dus ik vermoed hun niet. Maar ik hoop dat er eens een underdog. Ik hoop. Eerlijk gezegd, Mousesports. Even Nico helemaal los. Ja, helemaal los. Nog harder dan hij speelt super goed nu de laatste tijd. Dus, en Chrissier, ja, ik hoop dat hij toch misschien derde wordt. Ja, als je op zekerheid inzet, dan Astralis. Ja, natuurlijk. Ja, mooi team. Ja. Alright, dat was het wat betreft deze IGN Masterclass. Hopelijk heb je veel geleerd over hoe je je moet voorbereiden op een match. Hoe je moet warm spelen. Hoe je om moet gaan met een AWP. Hoe je kan wallbangen op Dust en op Cash. Dankjewel DRL voor deze Masterclass. Dankjewel Alive Kaarten, Honor en Alienware voor het mede mogelijk maken van deze Masterclass. Vergeet niet te liken hier op Twitch of op YouTube. En dan zie ik jullie de volgende week weer bij een nieuwe Masterclass. En dan gaan we het hebben over League of Legends. Doei!